In het hoofddoekendebat is hij niet van de schoolpoorten weg te slaan. En ook voor de camera is hij altijd bereid. Nordin Tawil, imam en voorzitter van de Moslimraad. Geen hoofddoek, dan gaan ze maar niet naar school. Het is Tawil ten voeten uit. Een provocateur, een opportunist of een extremist. De staatsveiligheid spreekt met Jan de Meulemeester. Het salafisme, wat is dat? Dat is een reactionaire, antidemocratische en vrij anti-westerse stroming binnen de hedendaagse soenitische islam. De baas van staatsveiligheid over de filosofie van Nordin Tawil, de man met de baard en de fes die zo vaak opduikt als woordvoerder van de moslimgemeenschap, nu ook met het hoofddoekenverbod. Wanneer men geen zekerheid krijgt en geen kans krijgt om zijn identiteit te bewaren, dan voelen de moslims zich verplicht om eigen scholen op te richten natuurlijk. De gematigde stem, dat imago meet de 35-jarige Antwerpenaar zich aan. Met succes, jarenlang wordt hij zo door de media opgevoerd. Tot verbazing ondertussen van onze staatsveiligheid. Die doet 4 jaar geleden uitgebreid onderzoek naar de man. Op basis van de inlichtingen die wij in casu van meneer Tawil Nordin hebben verzameld en meegedeeld, hebben wij geoordeeld te moeten meedelen dat de betrokkenen dient beschouwd te worden als iemand die eigenlijk een extremistische moslim is van salafistische, wahhabitische strekking, die actief militeert in salafistische kringen, zowel in binnen- en in buitenland. Het buitenland, dat is vooral Saoedi-Arabië, zo blijkt. En voor jonge Belgische moslims zou je opleidingen regelen in radicale Koranscholen in Pakistan. Zijn leer, het salafisme, is een compromisloze versie van de islam. Het salafisme is eigenlijk een strekking die wil terugkeren naar de islam in zijn oorsprong en die dus alle westerse invloeden van de, op die islam verwerpt. De meeste allochtone stemmen distancieren zich van Tawil. Zijn achterban is klein, slechts een ultraconservatieve minderheid. En toch weet hij op het publieke forum zo vaak het woord te voeren. Volgens staatsveiligheid omdat hij dubbelspel speelt. Het enige wat wij kunnen meedelen is dat het salafisme een vrij extremistische visie van de islam voorhoudt. Alhoewel er blijkbaar een dubbele démarche is dat in publieke fora het discours eerder gematigd is, daar waar het blijkbaar als de fora minder publiek zijn, dat het minder gematigd is. De meeste moslims herkennen zich niet in de extreme leer van Tawil. Bovendien wekt het ergernis dat hij zich stevast de imam van Antwerpen laat noemen. Nordin Tawil, dat is toch de imam van Antwerpen? Absoluut niet. In Antwerpen zijn er verschillende moskeeën, zijn er verschillende imams. Hij is zeker niet de spreekbuis voor de hele gemeenschap. Trouwens, hij was imam. Hij was imam van een moskee. En toen die een erkenning aan hebben gevraagd bij de Vlaamse regering, is die geweigerd juist omwille van de figuur van imam. Dat wil ook wel wat zeggen. Dus dat wil ook zeggen dat er toch redenen zijn dat hij blijkbaar toch niet gericht is op integratie, maar juist het tegendeel. Geen imam, wel voorzitter van de Moslimraad. De instelling functioneert momenteel niet, maar los daarvan, ze zou alle moslims alle strekkingen moeten vertegenwoordigen. De moslimgemeenschap in België en de executieve van de moslimgemeenschap bestaat uit verschillende gemeenschappen. En ik kan mij voorstellen dat niet alle gemeenschappen daar zullen gedeeld zijn van bepaalde extremistische moslimstandpunten. 4 jaar geleden wil Tawil in de moslim-executieve zetelen. De minister van Justitie houdt hem tegen, omwille van het slecht rapport van staatsveiligheid. Ondertussen blijft hij wel de voorzitter van de moslimraad. Dat zou alle moslims moeten vertegenwoordigen als een echte democratische instelling. De visie van Nordin past daar niet in. Zijn die ideeën te rijmen met de basis van onze instelling, van onze democratie? Dat zijn politieke uitspraken waar ik mij niet over ga uitlaten, maar ik denk dat wanneer de veiligheid van de staat zegt dat de standpunten die door die strekkingen vertolkt worden vrij extremistisch zijn, dat dat op zich al een antwoord inhoudt.